Er is de laatste jaren veel geld ingestoken. Wijken als de Schilderswijk in Den Haag zijn leefbaarder gemaakt. Groener, schoner en met speelplekken. Iets wat de Haagse burgemeester Van Aartsen graag ziet en benadrukt. Zeker nu de laatste weken vooral heftige demonstraties de wijk ontsieren. Een heel klein deel zorgt echt voor grote problemen. Maar 90% van de Schilderswijkers leven hier. Hebben een enorme bijdrage aan de Haagse samenleving. En dat mogen ze ook wel eens een keer horen. Oud-politici laten zich nu horen in het AD. Onder leiding van oud-wethouder Adrie Duivenstein vinden ze dat het migrantenbeleid in de stad op de schop moet. Want nieuwe Nederlanders zouden geen erkenning en waardering voelen. Van wie is de vraag? Volgens Claudia Senkala van multicultureel platform Vrede en Vrijheid zijn het vooral de bevolkingsgroepen onderling die elkaar niet vinden. Het grootste probleem op dit moment is discriminatie, onderlinge discriminatie. Tussen verschillende multiculturele bevolkingsgroepen? Ja, ik zie dat ook. Dat komt door, denk ik, door de verschil tussen de groepen en dat ze elkaar nog niet kennen. En dus willen betrokkenen ook graag dat er iets verandert. Maar dan moet er niet gepraat worden, er moet veel gedaan worden. Bijvoorbeeld meer in de wijk zijn, zoals nu bij uitzondering de burgemeester die met de buurt praat. Dan de mensen denken, is hem wel een serieuze zaak. Weet je, wij worden als in, hoe noem je, serieus genomen, hè, die wijk. Dus daarvan een beetje ook gedrag veranderen. Als de gemeente het helemaal anders gaat doen, zou volgens de bedenkers de burgemeester een leidende rol moeten spelen. Of hij dat ziet zitten is niet bekend, maar over één ding zijn ze het eens. U ziet hier hoe vredelievend en mooi die Schilderswijk is. En die mogen ook wel eens een keer horen dat zij bij de Nederlandse samenleving horen. En dat horen ze volgens mij veel te weinig. Wordt ongetwijfeld vervolgd.